Ik ben Jonathan Zandbergen, chef-kok van sterrenrestaurant Merlet. En vandaag maak ik een Wagyu burger, classic bacon, Thousand Islands. Ja, Wagyu, daar hebben jullie vast wel eens over gehoord. Maar wat is daar nou zo speciaal aan? Het Wagyu-ras heeft van nature de capaciteit om vetreserves op te slaan in de spier. En vet is smaak, dat weten we allemaal. En de Meatlovers heeft hier een mooie hamburger van gemaakt, die we vandaag gaan bereiden op de bakplaat. Een Thousand Island dressing, dat is een Amerikaanse saus op basis van mayonaise met een zoetzure garnituur die perfect combineert met de mooie smaak van het Wagyu. En we beginnen met de dressing. Pak je voor de mayonaise. Crème fraîche. Barbecue saus en wat ketchup en natuurlijk de garnituur. Ik heb hier wat zilveruitjes, zoetzuur en wat augurkjes. Daar mag nog best een beetje structuur in zitten. Want als je dan zometeen in die hamburger bijt, dan heb je die dressing met die knapperige uitjes. Dat is super lekker. Augurkjes. Wat zongedroogde tomaat. En dan heb ik nog een geheim ingrediënt. Dat is dragon. Kent u misschien wel. Het heeft een hele subtiele anijssmaak. Ja, dat is eigenlijk, dat maakt deze saus tot een hele bijzondere saus. We gebruiken alleen de blaadjes. Als je deze geur ruikt. Dit mengen we even mooi door elkaar. Kijk eens. Die saus staat klaar. Wat ook handig is, is om alvast eventjes de tomaat, de rode ui en de komkommer te snijden. Dan ligt dat klaar, dan kunnen we straks de hamburger schillen en in één keer afmaken. Alles ligt klaar, nu gaan we grillen. En ik heb de plaat alvast even ingevet. Bacon. Als je dat ook hoort, hè, dat sissen van die hamburgers, daar krijg je toch trek van. Ho, zie je dat? We bakken die hamburgers 3 minuten aan iedere kant. Of totdat ze nog net een beetje rood van binnen zijn. Ja, dan kunnen we gewoon meteen aan tafel. En weet je wat wel handig is aan zo'n plaat? Ik kan meteen mijn hamburgerbroodjes er even bij leggen. Ik zeg aan tafel. We beginnen met de dressing. Zo'n hamburger erop. Klein beetje. Grof zout. En ik gebruik hiervoor gerookt zout. Super lekker. Even afmaken. Pak je tomaat. Komkommer. Uitje. Beetje dressing weer. Beetje sla. Niet te vergeten die bacon.
Klein beetje dressing nog. Ho. Jongens, jongens, jongens. Kijk eens wat een fantastisch smaakvolle hamburger hier voor mij ligt. Ik zeg, eet smakelijk.